dat je er vermoeid uitziet. Of dat je zulke zakjes onder je ogen hebt zitten. Dat zijn vallen. En daar ga ik je nu net even wat meer over vertellen, zodat je die kan gaan aanpakken. Belangrijk om te weten is of het vocht of vet is. Je hebt namelijk twee soorten wallen. Wat je dan het beste kan doen, is dat je een spiegel pakt. En dat je dan achterover gaat liggen. En dat je dan met die spiegel gaat kijken van oké, wat doen die wallen op dat moment? Zijn ze dan nog net zo aanwezig als dat je staat? Dan kan je ervan uitgaan dat het vet is. Zakken die wallen dan weg op het moment dat je ligt, dan is het juist weer vocht. Vetwallen kunnen wij als huidspecialist helaas niks mee doen. Omdat het zo vast zit in het bindweefsel is dat iets wat met een plastisch chirurg moet gaan verwijderen. Vocht daarentegen kunnen we juist wel weer wat aan gaan doen. En daar ga ik je nu net even wat meer over vertellen. Vochtwallen die kunnen ontstaan door stress, vermoeidheid, een niet goed werkend drainagesysteem, te weinig water drinken, allemaal dat soort factoren. Belangrijk is omdat je in ieder geval goed slaapt. Dus stap zeker rond 11 uur je bed in en zorg ervoor dat je een goede nachtrust pakt. Belangrijk ook is dat je hoofd dan helemaal leeg is. Dus alle negatieve gedachten van die dag, dat die gewoon uit je hoofd zijn. Dan kan je pas echt een goede nachtrust pakken. Nou, als je dat hebt gedaan, kunnen we die gaan afvinken. Daarnaast is het water drinken heel erg belangrijk. Want ook dat water drinken werkt weer op jouw drainagesysteem. Zorg ervoor dat je 1,5 tot 2 liter water zeker op een dag binnenkrijgt. Dat mag puur water zijn, dat mag een kruidenthee zijn, een groene thee. Wat je daarin de voorkeur hebt. Als het maar wel echt een van die beiden is. Nou, dan kunnen we die ook gaan afvinken. Dan gaan we door naar het volgende. Behandelingen en producten. Dat is dan de volgende stap. Gaan we kijken naar de behandelingen. Dan komen we uit op de Pascalite. De Pascalite is een koude laser waarmee we ook kunnen gaan draineren en vocht kunnen gaan afvoeren. Nou, juist die twee zijn weer heel erg belangrijk bij de vochtwallen als we die willen gaan aanpakken. Nou, op het moment dat we dat systeem aan het werk hebben gezet, gaan we weer verder kijken naar de producten. Welke producten kan je thuis gaan gebruiken, zodat je thuis nog beter die wallen kan gaan aanpakken? Nou, begin ik eerst even met de buitenkant. De Eye Boost Gel. Dat is een ooggel die je onder je vochtwal aanbrengt, dus dan blijf je een beetje op het bot. Bij het draineren is het altijd belangrijk, als je het aan de buitenkant gaat doen, dat je onder die vochtwal blijft. Want juist op die manier kan je echt goed gaan draineren. Die ooggel die werkt ook weer op het drainagesysteem. Dus op het moment dat je die hebt aangebracht, gaat daar direct alweer de werking naartoe. Zodat je dat thuis voort kan zetten, wat we eigenlijk in het instituut dan ook gaan doen. Daarnaast kan je dan ook nog heel goed het Marmatrix Eye Mask gebruiken. Dit masker zorgt ervoor dat je huid goed gehydrateerd wordt, maar ook weer draineren. Dus het codewoord trouwens voor dit filmpje, draineren. Die pet die leg je onder je oog. En met de vloeistof die je het masker nat maakt, ga je die activeren. Dus alle werkstoffen komen dan in één keer vrij en zullen dan ook gelijk op die vochtwal gaan werken. Dan gaan we door naar de binnenkant, wat we van binnenuit kunnen gaan doen. De detox. De detox is een drankje met verschillende kruiden. En deze heeft een reinigende, afvoerende werking. Dus op het moment dat jouw drainagesysteem in jouw lichaam of in jouw, rondom je ogen stilstaat, zorgt deze juist voor dat al je afvalstoffen beter worden afgevoerd, dat jouw lichaam weer beter kan functioneren. Want ergens is er iets wat dat zorgt om te blokkeren. Dus eigenlijk is dit ook weer een soort van activator, maar dan voor de binnenkant van je lichaam. Dan als laatste de circuvenen. Dit is een voedingssupplement wat puur op het draineren werkt. Dus zorg dat jouw bloedsomloop goed is, dat het drainagesysteem goed is en dat alle afvalstoffen goed worden afgevoerd en alle voedingsstoffen goed worden aangevoerd. Nou, ik denk als we dit allemaal hebben, dat we alles goed in werking hebben gezet en dat je lichaam weer zo kan functioneren als wat nodig is. Nou, nu heb je alle tips en trucs een beetje bij de hand. Nu is het eigenlijk aan jou om nu zelf aan de slag te gaan. Nou, mocht je nog vragen hebben, dan kan je natuurlijk altijd mailen naar info@puurhuid.nl. Of je kan ook zeggen, ik ga gelijk met die producten aan de gang. Je hebt me genoeg verteld, ik weet nu hoe het moet. Ga dan naar anti-agingproducten.nl en dan wens ik jou heel veel succes ermee.